De constructie is eentje waar ik persoonlijk zeg dat het naar mijn mening niet goed doordacht is uitgekozen. Er zijn veel te veel entiteiten. Je hebt de Kanawaima Ferry Service. Zij zijn de eigenaar van de veerboot. En dan heb je Kanawaima Management Company, waar ik de president-commissaris van ben. Maar dan moet je nagaan, je hebt van die twee entiteiten, heb je er twee aan Surinaamse zijde en dan weer twee aan Surinaamse zijde. Dat is niet ten koste gaan van de efficiëntie? Absoluut. En wanneer ik zie dat vanuit de Vianese zijde men heeft aangegeven dat Kanawaima heeft bewezen efficiënt te zijn en winstgevend, dan heb ik een andere mening over. Hoor. De operatie van Kanawaima is op dit moment zeker niet efficiënt te noemen. Er is werk aan de winkel. En hoe zit het met de winstgevendheid? Er zijn winsten gemaakt, maar aan de Surinaamse zijde zijn er ook in de afgelopen jaren behoorlijk wat verkeerde uitgaven gedaan. Ook nog behoorlijk wat zaken hebben zich voorgedaan die duiden op corruptie. Ik heb ongeveer 3 maandjes terug reeds geschreven naar de procureur-generaal in een specifieke case om onderzoek te doen. De organisatie is benadeeld voor enkele honderden duizenden euro's. De bedoeling is om deze maand nog een wederom een schrijven te richten aan de procureur-generaal om haar aandacht te vragen in deze. En die benadeling van enkele honderdduizenden euro's, hoe heeft die zich voltrokken? Er zijn aankopen gedaan. De rapportage was dat het betrof splinter nieuwe motoren betrokken uit het buitenland. De realiteit is dat het absoluut geen nieuwe motoren waren en dat ze absoluut niet uit het buitenland zijn besteld, maar gewoon hier lokaal.